Zalland Sport nabeschouwing. Ja, en als we het over Go Ahead Eagles hebben, dan, dan kennen we natuurlijk een supporter hier in ons, mooie Zalland, zeg maar. En een zeer goede bekende, Stefan van Riel. Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Natuurlijk, er zijn er heel veel Zalanders die voor iets Go Ahead zijn, gelukkig. Dus ja, ben niet de enigste. Nee, zeker niet, zeker niet. En we hebben natuurlijk ook wel gezien en gelezen dat heel veel mensen op de been waren, ook woensdagavond. En daar was jij ook bij, Stefan. En het was leuk om de ervaringen die jij hebt gehad afgelopen woensdag, zeg maar, eens met ons te delen. Want jij was in Deventer afgelopen woensdag. Ja, klopt. Ik had bij een kameraad van mij afgesproken en we hadden wel vooraf zoiets van, dit gaat hem inderdaad derde plek worden en schaarschap maken door auto's. Dus we hadden die zin geen voorzorgsmaatregelen genomen, om zo te zeggen. Dus ja, dan bleef het toch zo'n wedstrijd. Dan hoor je dat de graafschap stil wordt gelegd. Nou ja, mijn social media ontploft natuurlijk. Want ja, ik heb zoiets van regels en regels. Ongeacht de uitslag na de tijd moet je voor mijn gevoel gewoon die wedstrijden stilgelegd. Want je laat ze bewust in niet op verschillende tijden beginnen, maar gelijk laten beginnen. Maar goed, dat is de keuze van de KNVB om te zeggen van ja, overmacht. Op zich hebben ze gelijk. Aan de andere kant, ja, vind ik het toch wel een beetje, nog steeds wel een beetje dubbel. En dat als objectieve leekkijkende. Dan is Eagles afgelopen. Dan scoor je op een Eagles manier wat we normaal gesproken anders zouden doen. Meestal krijgen we in de laatste paar minuten van de wedstrijd krijgen we een doelpunt tegen. En nu scoren we een keertje. Dus dat was al een voorteken misschien. En dan ga je die wedstrijd van de Graafschap volgen. En dan zie je hoe verder de tijd vordert. Dat het toch misschien erin zit. Dan gebeurt het dan. En dat is ongelooflijk onwaar. En ik moet zeggen, donderdag had ik nog steeds niet het gevoel. Het is nog steeds niet helemaal ingedaald. Maar het is wel een lekker gevoel. Hoor. Ik heb meerdere promoties, maar ook degradaties van Eagles meegemaakt. Maar dit is wel eentje die voorlopig wel in het geheugen op nummer 1 staat. Ja, ik kan me voorstellen, want Go Ahead had natuurlijk een heel vervelend verleden 2 jaar geleden. Door die bijzondere wedstrijd tegen RKC, waarbij eigenlijk volgens mij een half minuut voor tijd Go Ahead op promotie stond. En waarbij eigenlijk in een half minuut alles verloren ging en RKC promoveerde. Daar was jij ook bij. Ja, daar was ik ook bij. Het doet nog steeds zeer om naar terug te denken. Ook die dag was mijn neefje mee. Die neem ik 1 keer in de zoveel tijd als ik kan. En hopelijk mag het volgend seizoen weer publiek bij de wedstrijd zijn. Neem ik ook mee. Nou, ik zat vol van de spanning. Maar hij ook. Na de wedstrijd, ik probeerde me groot te houden. Maar toen zag ik eentje naast me die tranen in de ogen had. Ja, dan moet je zelf ook gaan, om het zo te zeggen. Dus gelukkig was het nu vreugdetraan, om het zo te zeggen. Yeah. Ik heb hem donderdag nog even gesproken. En dan was het weer een heel ander verhaal, gelukkig. Mm-hmm. Dus dat betreft alleen maar mooi. Ja, na de tijd inderdaad nog even naar de binnenstad geweest. Ik kon nog net de laatste bussen pakken van de plek waar ik zat. En daar heb ik inderdaad op de Brink wel op gepaste afstand gekeken op het mooie schouwspel wat daar bezig was. En toen nog even naar Van der Valk Hotel geweest om te kijken hoe de bus eraan kwam. En na de tijd toen de bus eraan kwam en toen die eerste niet op de parkeerplaats zou komen, dan toen hadden wij zoiets van we gaan er maar vandoor. Want ja, dit kan nog wel even duren. Maar ik werd donderdagochtend wakker en donderdagmiddag was ik thuis. En ik had echt zoiets van, waar is die prik, zeg maar, om die droom door de pot te knippen. Maar ja. Zoals mijn familie zei, je liep de hele dag met een big smile. Nou, volgens mij zegt dat genoeg, denk ik. Dat zijn er zeker meer geweest, Stefan, die met een grote big smile liepen. Je zei al van, ik was in Deventer. We gingen op een gegeven moment naar de Brink om te kijken of daar feestende mensen waren. Wij hadden ook Arie Vet, zeg maar, collega, ook op pad gestuurd om te kijken op de Brink. Maar dat was wat eerder op de avond volgens mij. Dus die kwam daar niet heel veel mensen tegen. Bij het stadion volgens mij wel kwam die mensen tegen. En wanneer hoorde jij dat de bus toch naar Deventer kwam? Want dat was vooralsnog niet de bedoeling. Maar wanneer hoorde je dat? Nou, niet volledig de bedoeling. Dat klopt niet helemaal. Want als je 's middags de voorzitter van Eagles zou horen van ja, we gaan voor de wedstrijd gaan weg met Van der Valk. Toen werd de vraag gesteld, volgens mij de Oost, van ga je na de tijd er ook weer heen? Ja, daar kunnen we nu nog geen uitspraak over doen. Dat moeten we nog zien. Daar weet ik al voldoende. Dus ja, dat betreft, er waren allerlei dingen al geboekt. Dus wat dat betreft, we hadden wel zoiets van, ze komen niet naar de Brink. De kans is groot dat ze naar de Van der Valk gaan. En volgens mij was het
Denk een half uur na de wedstrijd, zodat de eerste berichten binnenkwamen dat ze toch wel. Of na de uitslag van de Graafschap, dat ze toch wel naar het stadion of naar de Van der Valk zouden gaan. Ja. Dus ja, toen was het, ging het vuur als ging het als een lopend vuurtje over de brink, wat dat betreft. Want je zag gewoon groepjes weglopen en naar auto's lopen inderdaad om het is toch 6 kilometer richting volgens mij Van der Valk Hotel. Ja, zoiets. Dus ja, dat ga je niet zomaar lopen. Nee, zeker niet. En je bent daar heel even geweest. Wat zie je dan voor je, Stefan? Die bus komt eraan en dan die menigte die ontploft? Ja, nou, die was al ontploft natuurlijk. Maar dan zie je inderdaad van er was vuurwerk en je ziet een groepje mensen. Nou, een groepje mensen is misschien niet het juiste woord. Maar in ieder geval een grote groep mensen bij elkaar staan wel. Waar kan op 1,5 meter afstand. En dan zie je die bus aankomen. En dan gaan ze natuurlijk op de weg staan. Of op de toegangsweg. Dan was maar één weg die richting het hotel gaat. Want het is een afslag waar die aan zit. Dus ja, dan gaan ze rond die bussen staan. Wordt er liederen gezongen. Op de ramen geklopt. Volgens mij klom er zelfs ook nog eentje op de bus. Nou, als je je leven zeker wil zijn, moet je dat gaan doen, denk ik dan. Ja. Maar goed, volgens mij is het wel goed gekomen. Ja, dan zie je gewoon een vreugdeontbassing ontstaan. En dan gaat die bus stapjesmaat vooruit. Dan draait hij de hoek om en dan volgens mij is hij daar uiteindelijk weer omgedraaid om zodoende de juiste parkeerplek bij de Van der Valk Hotel te krijgen. Ja, precies. Dus voor de supporters natuurlijk enorm mooi dat dit feest er nu weer is. Hè. Vorig seizoen was natuurlijk ook een verloren seizoen door corona. Dat de KNVB de competitie afgebroken heeft en de stand toen heeft bepaald, halverwege eigenlijk. En dit scenario had eigenlijk, denk ik, op woensdag menig supporter eigenlijk geen rekening mee gehouden. Hoe zat het bij jou, Stefan? Totaal niet. Ik denk als je 100 mensen vraagt, misschien 2 zullen zijn van realistisch gezien. Van de hoop is er wel, maar normaal gesproken moet de Graafschap dit gewoon afmaken. Maar goed, gelukkig viel het kwartje een keer onze kant. Dan hebben we vaak genoeg aan de andere kant van de medaille gestaan. Mm-hmm. Dus dat betreft was het ook wel lekker. En uiteindelijk mag je misschien goed blij zijn dat aan het begin van het seizoen geen supporters in het stadion mochten zitten. Want ik denk de eerste paar, 15 wedstrijden waren gewoon niet goed van onze kant. Ik denk dat Van Wonderen dan al lang de zak misschien had gekregen onder druk van boze supporters. Nou, gelukkig heeft hij zijn plan mogen uitvoeren en met alle respect voor hem heeft hij toch het plannetje wat hij in zijn hoofd heeft uitgebouwd. En dat betreft, als beginnend trainer bij Eagles of bij een betaald voetbalclub, hebben we natuurlijk de jongteam zo gehad, denk ik dat hij wel meer heeft gedaan dan iedereen verwacht had. En ik verwacht ook dat hij met deze speelstijl volgens hem ook wel handhaving is natuurlijk denk ik het doel. Maar dat ze daar ook om mee ver kunnen komen. Ja. Nu promoveer je als ploeg, zeg maar, met Coët. En dan ga je altijd denken van, ja, en nu? Als je een goed team hebt dat promoveert, dan worden dan spelers getrokken. Ik hoor namen als Luc Brouwers, ik hoor namen als Bas Kuipers en Jay Gotter. Dat die goed in de gaten worden gehouden. En Sam Beukema heeft natuurlijk al een contract getekend bij AZ. Als de spelers weggaan, heb jij posities of spelers voor ogen waar Coët mee de Eredivisie in zou moeten? Of moeten kunnen? Nou ja, dan ga je in een wat elke club die onderin draait of promoveert zit. Cambuur gaat dat ook zijn, want Cambuur heeft ook geen 100% selectie die waarmee je zegt van god, daar kun je de Eredivisie mee halen. Ik denk dat er heel veel transfervrije spelers zijn. Zaakwaarnemers zullen natuurlijk met andere kaliber spelers gaan komen de komende maanden, weken. Die Eredivisie gespeeld hebben of eventueel Eredivisie voor kunnen halen. Al is Eagles natuurlijk bekend de afgelopen seizoen van het data scouten. Ze hebben natuurlijk die Zweedse spits volgens mij binnengehaald. Mm-hmm. Ik las een uurtje geleden dat ze 2 spelers alweer vastgelegd zouden hebben. Alleen welke naam is mij onbekend. Maar ik verwacht wel als God er in die zin op zich heeft hij, als we in de eerste divisie waren gebleven, was hij 100% weggegaan. Dat weet ik 100% zeker. Maar aan de andere kant is het, als hij blijft, ondanks dat hij natuurlijk aan allerlei clubs gelinkt wordt, is de Eredivisie voor hem ook een mooie springplank. Dan zou ik zeggen, blijf nog een jaartje. En misschien een spits als die Omarsson van Excelsior is een leuke. Ik las net dat spits van de VVV het ook had gezegd van goh, ik hoop dat ik volgens hem nog een aanbieding krijg voor een Eredivisie club. Want dan wil ik graag spelen. Nou, ja. Ik denk dat hij voor Eagles te duur is. Maar goed, het zijn wel weer, dat zijn dat soort spelers die op dit moment vrije transfer hebben. Of net niet goed doen. Of
spelers die net tegen het eerste van PSV, Ajax of Feyenoord aanzitten, maar daar niet komen. Ja, die jongens ga je nu wel op je radar krijgen en de kans groter zijn dat je ze wel kan halen. Ja, precies. Ja, dat ze daarmee zich kunnen ontwikkelen natuurlijk in de Eredivisie in plaats van de Eerste Divisie, een ander platform. Ja, het verschil tussen Eredivisie en Eerste Divisie is best groot. Ik denk zelf aan een stukje routine wat ze moeten inkopen. Spelers die toch de klappen van de zweep kennen en weten hoe de hazen lopen in de Eredivisie. Die rust kunnen brengen. Jeroen Veldmaten is natuurlijk daar een voorbeeld van. Die zou dat zeker kunnen. Die heeft bijvoorbeeld nog geen aanbieding gekregen, maar... Het lijkt mij dat Go Ahead met een speler zoals Jeroen Veldmaat toch snel om tafel wil. Ja, ik denk wel dat ze een kans gaan doen, zeker met de routine die hij heeft. Ik lees net dat de eerste training van de Eagles in Twolle op 20 juni gaat zijn. Dus die kunnen ook alweer in onze agenda cirkelen. Ja. ik weet niet of daar al publiek bij mag zijn, maar goed, dat gaan we zien. Maar inderdaad, zoals ervaren spelers zoals een Moulenga en Veldmaat. En Moulenga denk ik gewoon niet dat hij gewoon mee kan op de Eredivisie niveau. Ja, misschien als derde spits. Maar zijn ervaring en dat soort zaken, dat heb je gewoon wel nodig. Bij Roda heb je bijvoorbeeld een type Valkenburg lopen, wat in het verleden ook bij Eagles geloofd. Dat dacht ik ook aan. Dat soort jongens, maar ik denk niet dat je Valkenburg moet terughalen. Laat staan, weet ik niet of hij een contract heeft, wat zijn contract is bij Roda. Maar dat soort jongens moet je wel aan denken. En ik heb wel vertrouwen in het netwerk van Kees van Wommer en Paul Bosveld. Want die hebben natuurlijk ook een lijntje. Zie de keeperstrainer die nu gehaald is. Die komt toch uit het bak van Kees van Wommer. Dus klopt. Misschien komen daar ook nog weer links en rechts spelers vandaan. Ja, dat denk ik ook. En Coët heeft dus onlangs een nieuwe spits aangetrokken. Isaac Lidberg uit Zweden. Had jij eerder van hem gehoord of heb je hem zien spelen? Nee, maar goed, dat hebben we in het verleden ook met Rabia, Kobos, daar hebben wij nooit van gehoord. Die spelen tweede, derde niveau Duitsland en Frankrijk. Ja. En uiteindelijk doen ze toch niet verkeerd. Maar kijk naar Gijs Bakker bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die jongen is doorgestoomd. Hij kreeg een kans omdat hij dat Veldmaten en... Justin Bakker wil je? Gijs Bakker, dat is een andere. Maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, die jongen die komt er ook. En weet je, zulke jongens, dat... Ja, dat had je niet van verwacht, maar die zie je nu toch gekomen. Als ze de Eredivisie aan kunnen, dat is de vraag. Maar het zijn ook jonge jongens die zich opeens kunnen doorleken. Sam Beukema en Dito, die twee seizoenen geleden was het gewoon niet zijn seizoen. Nee. En we zien wat hij laatste jaren heeft gedaan. Dan is hij gewoon 200% gegroeid. En dat heeft hem terecht een toptransfer gebracht. Precies. En als we kijken naar het aantal verkochte seizoenskaarten, dat gaat als de brandweer, Stefan. Zeker. Het was al voordat we de derde plek hadden, om te zeggen, waren er al 5000 verkocht. Dus dat was al heel netjes voor Eagles begrippen. In de week tijd al heel veel. Op de eerste dag volgens mij al 600 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Dat betekent toch dat Eagles wat trouw publiek heeft. Dus de huidige seizoenskaarten hebben nog tot 1 juni om hun seizoenskaart te verlengen. En ik denk wel, want volgens mij zijn er kleine 7000 seizoenskaarten die verkocht mogen worden. En de rest is of het uitvak of de businessclub. Of vrije verkoop, zover het vrije verkoop kan zijn. Precies. Van de 10.000 man wat er inkomt. En misschien gaan ze volgend seizoen, als er middelen zijn, de andere twee tribunes verbouwen. Het zou voor mij mogen. Nou, het zal denk ik vermoedelijk na het volgende seizoen zijn. Want die tijd is gewoon te kort met bouwvergunning, met voorbereiding. Dus daar zal waarschijnlijk het seizoen daarna gebeuren. Als ik denk ook lijstbehoud een feit is. Dat is nog iets te ver weg. Jij hebt uiteraard wel je seizoenkaart verlengd, Stefan. Zeker. En ik kan gewoon weer naar uitwedstrijdjes, tenminste vanuit gaan het publiek mee mogen. Want nu was het vaak op vrijdagavond, is lastig met werk. En nu kan ik gewoon op zaterdag en zondag de uitwedstrijd doen. Dus dat is wel eens beter. Nou ja, hopelijk kan er vanaf het nieuwe seizoen weer publiek in het stadion. Hopelijk is dan ook iedereen gevaccineerd. Hè, zodat dat risico ook een stuk kleiner is in verband met de coronaperikelen. En wat dat betreft hopelijk op een hele mooie zomer, transferzomer. En een mooie start van het nieuwe seizoen met Go Ahead in de Eredivisie. Zeker zo. Gisteravond bijvoorbeeld bij de FA Cup finale in Engeland. 21.000 man. Ja, dat gaat wel kriebelen hoor. Dus dat verdient Nederland ook. Zeker. En ook met de testwedstrijd die we hebben gehad met het publiek. De field lab dingen. Dat is onbeschrijfelijk. Dat moet gewoon weer komen. Punt. Nou, helemaal mooi. Stefan, dank voor jouw berichtgeving. En je mooie verslag van woensdagavond. Jij zult erbij zijn als Go Ahead gaat beginnen in de Eredivisie. En er weer publiek in het stadion mag. Dan zal jij achter het doel staan in vak nummer 6.
Nee, 9. 9, vak 9. Nou ja. Is daar vroeger een vak H? Vak H, ja. Klopt, dat kan me vroeger nog herinneren. Hey, nogmaals, dankjewel. En ik hoop je gauw weer te spreken met meer mooi nieuws over Go Ahead. Helemaal goed. We spreken elkaar. Fijne uitzending. Fijne zondag.